Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Bo en Robert zien hun toekomst na een dag daten al helemaal voor zich. Als ik twee oudjes over straat zie lopen die nog helemaal gelukkig zijn en hand in hand lopen, dan smelt ik helemaal. Ja. Zo'n liefde wil ik weer voelen. Ja, ik vind je een leuke vent. Nou, op het eerste gezicht vind ik je hartstikke leuk. Maar Bo gaat niet verder zonder de goedkeuring van haar tweelingdochters. En hoe vinden jullie het? Met z'n tweetjes zo in huis. Ja, hartstikke gezellig. Ja, dat is wel leuk. Ja. Marco en Manon hadden totaal geen klik. Heb je nog iets specifieks, bijvoorbeeld dat je wil weten van mij? Of... Nee. Niet van familie of zo, of hoe dat zit. Zij vonden helaas geen match, maar er zijn nog kansen genoeg. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Voor twee nieuwe vrijgezellen gaat het nu echt beginnen. Hun grote kans op ware liefde. Wat leuk. Spannend. Deze enthousiaste vrijgezel heet Brian, is 28 jaar en komt uit Arnhem. Hij werkt in de toeristenbranche en is nu 7 jaar single. Ik heb twee relaties gehad. Mijn eerste relatie was met een vrouw, hele aardige. Ja, ze was Engels. Ik heb haar ontmoet in Spanje toen ik stage aan het lopen was. Wow. En op een gegeven moment voelde het gewoon niet meer natuurlijk met vrouwen. Dus toen ben ik overgestapt naar de mannen, om maar zo te zeggen. Maar die relatie liep stuk omdat die... best wel agressief was als hij gedronken had. En ja, en dat wilde ik niet. Oh, en ik kan zingen. Wat leuk. Nu zoek ik iemand die dingen wil doen, die stevig in zijn schoenen staat. Nou, laat maar komen. De afknappers vind ik wel eigenlijk hele vrouwelijke types. Voor mij is dat dan mannen die nagellak dragen, die handtasjes dragen, wel hoge hakken lopen. Dat ieder zijn eigen ding, maar dat is niet wat voor mij. Voor mij moeten ze wel een beetje... mannelijk zijn, om maar zo te zeggen. Nou, Brian, als je mannelijk wil, dan kun je mannelijk krijgen. Jouw stoere date is 29 jaar oud, komt uit Tilburg en werkt als stylist / entertainer in het zuiden. Ik ben Roy Donders. Ik ben nu ruim 1,5 jaar vrijgezel. Ik ben bijna 30 en ja, niet dat dat heel oud is, maar ja, ik heb toch wel in mijn hoofd zitten dat ik ooit wel gewoon echt huisje, boompje, beestje wil. Ik wil niet alleen oud worden. Nee, zo zie ik mijn leven niet voor me. Oh, niet bijvoorbeeld net als Gordon en Joling willen eindigen op mijn 60ste alleen in een grote villa hier in Blariken en helemaal alleen, lonely. Nee, zo zie ik mijn toekomst niet voor me. Nu zie ik er nog leuk uit, dus laten we niet te lang wachten. Ik val niet op een hele verwijfde rel nicht, zeg maar. Ja, ik ben echt een enorm familiemens. En ik zou het wel heel fijn vinden als mijn partner ook zo'n hechte familie heeft. Het moet niet iemand zijn die zegt van... komt je moeder nou alweer langs? Ja, daar ben ik nog maar aan. Die komt iedere dag langs. Ik vind het heel leuk dat diegene niet weet dat ik het ben, zeg maar. Want ja, als ik iemand tegenkom... ik weet eigenlijk nooit van... vindt iemand mij nou leuk gewoon om hoe ik ben? Of vindt iemand mij nou leuk omdat ik Roy Donders ben? En... ja, daar heb je natuurlijk in dit geval echt geen last van. Want ja, diegene weet helemaal niet bij wie die terechtkomt. Hallo! Hi. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Zeker niet. Oh, wat grappig. Ja. Oh, hi. Je hebt het al gezellig gemaakt, ja, zie zeker. Ik. Nou, we kunnen elkaar geen hand geven. Nee, ik ben Brian. Brian? Ja. Hoi. Ja, weet ik. Agena? Ja. En jij zit al aan de wijn? Tuurlijk. Waarom niet? Droge witte wijn? Ik heb geen idee welke het is. Wil je ook een wijntje? Ja, lekker. Ja. Ik hou van wijn. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we even proosten, hè? Ja, ja. Oh, had ik helemaal niet verwacht. Nee. Echt niet. Nee, dat snap ik. Nee. Nee, ja, ik dacht, ik geef me ook gewoon op. Waarom niet? Precies. Toch? Nooit geschoten is altijd mis, toch? Ja, dat dacht ik ook. Ja, ik heb ook een kleinigheidje mee. Meen je? Er zit wel een verhaal bij. Ja. Ik ben best wel katholiek opgevoed, opgegroeid.
En een rozenkrans heeft altijd centraal gestaan in mijn leven, zeg maar. Ik dacht, stel voor, het wordt iets, dan is het mijn eerste cadeautje. En wordt het niks, dan kun je me in de auto hangen. Dan hoop ik dat je nooit geen ongeluk krijgt. Oh, nou voel ik me schuldig dat ik niks heb meegebracht. Oh, ja, maar ja, hier staat hier, de kaas staat al klaar. Wijn. Ja, nee. Maar super lief. Echt, heel erg bedankt. Wat leuk. Ja. Wat leuk. Bij de buren heeft Bo haar tweelingdochters niet alleen uitgenodigd om Robert te leren kennen, ze wil ook advies. Want na een paar missers heeft ze haar meiden hard nodig om deze keer de juiste weg te kiezen. Ik heb ook gewoon spanning voor jou. Ik had echt zoiets van, hoe zal mama het nu hebben? En hoe zal hij het vinden? En strakjes dan vindt mama hem helemaal leuk, maar vindt hij haar niks. En dan krijgt ze dat weer voor de kiezer. Dat zou ik ook wel zielig vinden, nu je eindelijk iets geprobeerd hebt. Yeah. Wij staan natuurlijk nu nog thuis. Maar ja, als wij straks het huis uit zijn, dan is het toch wel ineens een soort van leegte. Ja. Dus vandaar dat ze ook heel graag wel iemand wilt om dan samen mee te zijn. Want... Ja, je wilt toch op een gegeven moment zo'n vent in hebben waar tegen je aan kan kruipen. Ja, precies. Dat is ook wat ze nodig heeft en wat ze heel graag wilt. Weet je, dat ik weet niet wat ik nodig heb. Maar ik vind het eng om te zeggen dat ik iemand nodig heb om gelukkig te worden. Want dat is het niet. Ja, maar wel met de gezellige dagen en de feestdagen toch wel iemand hebben bij die niet zomaar een vriendin is of een vriend. Maar wel gewoon... Ja, het is heel verslavend, dat gevoel natuurlijk, om verliefd te raken. Ja, dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Weet je, ik weet niet meer hoe ik een vrouw het hof moet maken. Nee. Ik ben er zo lang uit. Je probeert het maar. Je doet je best maar gewoon. Dan kan Alicia even lekker een kopje koffie maken. Latte macchiato graag. Oh ja, komt eraan hoor, meneer. Ik vind het gewoon een heel fijn gevoel als een man mij verovert. Is het zo makkelijk? Wat om iemand te veroveren? Gewoon lieve dingen zeggen. Ja, wel gemeende dingen natuurlijk. Ik zal je een voorbeeld geven. Je kan op twee manieren iets zeggen. Je kan zeggen je hebt een lekkere kop toch. Maar ik kan ook tegen iemand zeggen, heb je toch mooie ogen. Maar snap je dat verschil? Jij snapt dat. Tuurlijk snap ik het wel. Jij snapt dat donders goed. Want dat geeft namelijk een heel warm gevoel. En ik groei ervan. Ik vind hem wel heel erg leuk. Ja. Als ik zo kijk naar het eerste gezicht en zijn persoonlijkheid... ik merk wel dat hij heel gespannen is. Heel gespannen. Dat hij het spannend vindt en niet zo goed weet wat hij moet zeggen. Ik merk wel dat ze wel, dat wel een beetje iets voor haar is, zeg maar. In de echte wereld zou ik op een dag als vandaag... zou ik je willen vragen van kom, we gaan even weg. En je neem ik je mee en dan gaan we ergens zitten in de duinen of zo op een kleedje. Mm. En dan heb ik kaarsjes meegenomen of wat zo'n dingen. En dan, weet je, gewoon lekker op ons rug liggen, naar de blauwe hemel kijken. Vogels overzien vliegen, konijntjes verder in het gras. Ik bedenk opeens, oh ja, ik ben een konijn. En jij wilt ze mij? Heb je zelf kinderwensen, of niet? Hoe ouder ik word, hoe meer ik daar wel over nadenk. Ja? Ja. Nou, hoe zie je dat voor je dan? Adopteren of via een draagmoeder? Dan denk ik toch eerder dat ik echt voor draagmoeder zou kiezen, denk ik. En dan bijvoorbeeld... een spermazaadje of zo van mij en dan een eitje van de zus van mijn partner. Want dan heeft het echt allebei genen. Ja, precies. En dat vind ik wel heel mooi, dat dat tegenwoordig dus gewoon allemaal kan. Precies. En jij, heb jij een kinderwens? Ik heb een dochter. Je hebt een dochter? Ja. Oké, hoe oud? 3 jaar. 3 jaar? Ja. Oké, alleen die woont in Schotland. In Schotland? Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik heb in Spanje gewoond, 8 jaar. En ben net een half jaar terug. Zie, oké. Zie. Ik hou van Spanje. Ja, lekker. Waar? Torremolinos. Nee. Ja. Dit is echt eng. Daar zit ik echt iedere maand. Echt? Ja. Maar vertel verder. Ja, daar heb ik een meisje ontmoet. En we zijn toen bij elkaar samen gaan wonen. Ze wist al wel dat ik op mannen viel. En ik wilde altijd heel graag een kindje hebben. En zij ook. En hebben we besloten IVF te doen. Ja. En alles ging goed totdat mijn dochter geboren werd. Toen heeft ze besloten om terug te gaan naar Schotland. En mijn dochter mee te nemen. Dus elke vakantie komt ze naar Nederland toe. Ik ga daar een paar keer per jaar heen. Oh, en dus je ziet ze wel en zo. Ja. En elke dag video bellen we. Maar goed, het is natuurlijk niet wat je ervan had voorgesteld. Nee, zeker niet. Maar ja, je moet het beste ervan maken toch nu. Het kan niet veranderd meer worden. We hebben alles vastgelegd. Dus nu gewoon weer rust. Ja. Hij is alweer op. Mooi, ik ben blij dat ik niet de enige ben. Dat je van wijn houdt. Ja, dat dacht ik ook al. Ik zat hier te hopen. Ik denk van, als het maar niet zo saai is, die alleen maar... Dat dacht ik ook.
Hey, maar jij bent altijd, je hebt altijd mannen gevallen of ook, heb je ook wel eens een vriendin gehad? Nou, ik heb ook wel eens een vriendin gehad. Mm-hmm. Ja. Maar toen was ik 16, 15. Ja. En ik was 18 toen ik echt uit de kast kwam. Ja. Tegenover mijn ouders en zo. En je ouders reageerden gewoon wel goed erop? Ja, meteen. Ja. Maar mijn vader die moest er wel heel even aan wennen. Die is even een weekendje naar de camping gegaan. En die kwam terug en die pakte me vast. En die zei, jongen, maakt niet uit. Ik hou nog steeds veel van jou. Die was gewoon heel erg bang dat als ik dat zou vertellen, dat ik gepest zou worden. Ja, daar was hij bang voor. Ja. En dat ze me gingen slaan of me uit mijn auto trekken of weet ik veel wat. Ja. Ah, maar super. Ja, weet je, nee, ik heb echt de perfecte jeugd gehad. Ja. Ja. Ik heb wel een goede jeugd gehad eigenlijk, ja. Thuis ook? Allemaal huisje, boompje, beestje, alles? Nou, huisje, boompje, beestje niet. Nee. Ik was vaak samen alleen met mijn moeder en mijn broertje vroeger. En toen ik 18 was, vertelde mijn moeder dat ik misschien een andere vader had. Dus, en die man die kende ik ook al. Dus we hebben zo'n vaderschapstest gedaan. En het bleek dat hij mijn vader was, dus die andere man. Dus je had ineens een andere vader? Ja. Maar die wil verder ook niks... Die wil er niks van weten? Nee. Oké, dus je had wel een... Je moeder heeft jou wel echt een fijn thuis gegeven. Ja. Maar het perfecte gezinnetje was er niet. Nee. Ik denk zeker wel dat jij galant bent. Ik hou wel de deur voor je open van de auto. Ja. Als je samen op de bank zit, dat ik dan mijn voetjes bij jou op de schoot leg. Dat zijn allemaal ideeën die komen voort uit liefde. Ja. Ja, is dat zo? Ja. Ja. Het gekke is bij mij, ik ben heel gevoelig voor dat soort dingen. Ja, dan maak je toch even een sprongetje hier, weet je. Ja. Dan denk je, nou leuk. Storen, hè? Ja, verschrikkelijk. Nee, joh. Nee, helemaal niet. Maar weet je, een leuke avond kan voor mij ook zijn dat ik op de bank zit en jij je hoofd in mijn schoot ligt. En ik alleen maar door je hoofd aan het kriebelen ben terwijl ik een boek lees. En jij... Maar dat is ook lief. Lotto Weekend Miljonairs kijkt. En dat ik af en toe een antwoord doorheen knal. Nee, maar dat is ook lief, hè? We hebben een kaartje voor jou. Voor mij? Ja. Veel liefs staat erop. Met, nou... Twee tortelduifjes. Lovebirds. Lang leven de liefde staat er hier. Wat een avontuur. En het zal vast heel gek voelen en spannend zijn om op deze manier een nieuwe liefde te leren kennen. Ja, dat is het. We wensen jou al het geluk toe en alle liefde die je verdient. Wij houden van je. Dikke kus en knuffels. Je dochters. Ach, schatjes. Nou, dat vind ik wel heel lief. Nou. Die eerste kennismaking is altijd wennen, maar voor Brian is deze date wel heel bijzonder begonnen. Zijn match is de one and only Roy Donders. En dat moet meteen geappt worden. Zo gezellig. Ja, toch? Nou, dank u. Oh, santé. Proost, hè. Ben je lang single? Iets langer als 1,5 jaar. Oké. En jij? 7 jaar. Ho! 7 jaar? Ja. Maar wel toch een one night stand? Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, tuurlijk. 7 jaar. Nee, maar je bedoelt 7 jaar geen vaste relatie. Ja, ja. En waarom heb jij besloten met dit programma mee te doen? En niet, weet ik veel, Tinder of... Ik kan toch niet op Tinder gaan zitten. Ik kan toch niet op Tinder of op Grindr gaan zitten? Nee, dat kan echt niet. Daar heb ik echt te veel respect voor mezelf. Sorry, ja. Dat doe ik echt niet. Vinden je ouders ervan dat je meedoet dan? Ze vonden het meteen leuk. Ja? Ja, oh, super. Ze vonden het meteen leuk. Zo van, oh, leuk. En ja, misschien wordt het wel iets. En dus ja, ik had eigenlijk meteen zoiets van, oh, oké, zo kan het ook. Ja, oh, wat leuk. Ik zeg ook heel eerlijk, als ik een relatie zou beginnen, dan zie ik in iemand wel... Ja, dan wil ik wel oud worden met diegene, zeg maar. Ja. Ik heb geen zin meer in een fladdertje of zo. Nee. Het enige wat de ruimte krijgt om te fladderen in deze appartementen zijn oprechte vlinders. En na een grondige keuring van Robert durven de dochters van Bo wel te zeggen dat moeders daar vooral niet bang voor hoeven te zijn. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja. Ik ben echt wel blij. Ik ben ook blij dat het wel klikte. Ja. Dat je wel als eerste gevoel hebt van ja. Dat je niet denkt van, oh, het is niet mijn type. En dan moet je er maar mee stoppen. En dan heb je er uiteindelijk... Ik vind het oprecht een leuke man. Het is op zich niet mijn type.
waar ik dan zeg maar op zou vallen als ik in een kroeg was. Ja, waar je, als hij mij aanspreekt of mij heel vriendelijk is en naar mij zou lachen en zeggen van hey, wat ben je een leuk vrouw, en dan zou ik er wel op reageren, dat wel. Maar het gaat erom om te kijken of je een liefdesrelatie... Serieuze gesprekken te kunnen vooraf, bepaalde dingen. Wat ik net zei beneden tegen hem over... Weet je, dat ik graag het hof gemaakt wil worden. Dat heb ik eigenlijk nog nooit tegen een man gezegd. Ik wil gewoon dat hij... Moeite neemt. Weet je, dat hij moeite neemt en dat hij tegen me zegt wat hij leuk aan me vindt. Ja. Dat wil ik horen. Ik vind het wel heel erg... En het liefst elke dag. En niet zo van, ja, maar je weet toch, weet je, dat krijg je gauw. Je weet toch dat ik je leuk vind? Of je weet toch dat ik... Ja, nou, ik bedoel, ik ben bijna 50. Ja. En ik wil dat gewoon nu. Dus het is dat of niet. Maar goed, dat dus. Dus we gaan het zien. Dan, geniet van elkaar nogmaals. Kan niet vaak genoeg zeggen. En mam, ik hou van je. Nee, ik hou ook van jullie, schatjes. Ja, geniet, mam. Alsjeblieft, geniet nog van deze 3 dagen. Alsjeblieft, jullie moeten zo erg deze 3 dagen afmaken. Kan je elkaar nog beter leren kennen door een nachtje weg en zo, weet je. En dan lekker wat hapje eten samen. Het is zo'n leuke man. Ja, hij is geweldig. Volgens mij zit er veel meer in dan dit. Denk je? Ja, dat denk ik ook. Heffen, geniet ervan. Geniet ik hou van je. En tot snel. We spreken snel. Doe ik. Love you. Love you. Nou, dat is wel even fijn voor je ook, hè? Ja, heel fijn. Weet je wat zo gek is? Omdat ze ouder worden, gaan ze ook zinnigheid spreken, weet je? Ja, je kan nou wat beter levelen. Ja. In het andere appartement zorgt de gemeenschappelijke liefde voor een wijntje... voor een zeer soepel begin met een vrolijke afdronk. Natuurlijk wel op stand, want echte mannen doen niet aan bierpong... maar spelen spelletjes met champagne. Hey, maar als iemand nou arm is of zo, of die niet, ik vond, niet veel geld verdient, wat zou je daarvan vinden? Je mag eerlijk zijn nu, hè? Ja, ik ga eerlijk zijn. Nou ja, ik zeg heel eerlijk. Ja. Ik hoef niet iemand die beter wordt van mij. Maar ik hoef ook niet iemand waar ik beter van word. Ja. Snap je nou wat ik bedoel te zeggen? Ja. Hey, maar ben je bang voor dat iemand uit is op succes via jou? Tuurlijk. Tuurlijk, ik heb het al een paar keer meegemaakt. Ja. En kijk, het is gewoon heel makkelijk om voor iemand te kiezen die helemaal knap is en helemaal fantastisch is. Maar klopt het dan ook echt? Ja, precies. Doet iemand het dan voor om bijvoorbeeld mee over de rode loper te kunnen? Of doet iemand het omdat hij mij zo heel leuk vindt? Precies. En dat is wel een dingetje, want daar weet je nooit van tevoren. Daar moet je achterkomen. Ja. En dat is ook de reden waarom ik hier aan mee heb gedaan. Omdat ik zoiets had van, degene die hier naartoe komt, die komt gewoon voor de liefde. Ja. Ik weet in ieder geval zeker dat jij niet uit bent op bekendheid. Want hier had net zo goed een putjeschepper kunnen zitten. Kom je echt om liefde te zoeken? Ja. En, ja. Die zoektocht is al lastig zat als je niet bekend bent. Of makkelijker, want als je niet op de radar staat van de bladen... speel je net iets makkelijker doen, durven of de waarheid. Rob, je hebt 1 minuut om Bo te versieren. Kom je tegen bij het brood bij de appie? Ik ben ook met mijn kar. Ben je ook met je karretje bij ze? Hey, hey. Was dat het laatste brood? Dat weet ik niet. Ja, je pakt het laatste casino. Ik maak er heerlijke tosti's van. Wil je een tosti met me eten? Ik een tosti met jou eten? Ja, maar dan maak ik een heel lekkere tosti. Jeetje, mineetje. Ja, een beetje. Nou, weet je wat? Ik wil wel dan een koffietje doen of zo. Geloof je in samen oud worden? Ja, ik geloof daar wel in, ja. Ik geloof wel als je echt iemand tegenkomt waar je gewoon echt het gevoel bij hebt dat je 1000% jezelf kunt zijn, die je altijd steunt en dat je gewoon echt gewoon die geborgenheid samen hebt, dan geloof ik wel echt dat je samen oud kan worden, ja. Ja, dus je gelooft ook in monogamie? Ja, ik ben monogaam tot aan... Heel goed, heel veel relaties gehad, maar ik ben nog nooit vreemd geweest. Waar zie je jezelf het liefst over 5 jaar? 33. Zie je mezelf nog met 33. Een kindje? Met nog een kindje, ja. Ja, nog een kind? Ja. Dus jij zou, als jij bijvoorbeeld over 2 of 3 jaar nog steeds geen relatie hebt... dan zou je er misschien weer voor kiezen om met een draagmoeder ervoor te kiezen van... co-ouderschap of dit of dat. Ja. Jij zou niet wachten tot je partner tegenkomt. Ik zou bijvoorbeeld geen kind willen zonder partner. Nee?
Ik weet niet. Ik vind niet dat een partner... iets toevoegt. Jawel, jawel. Nee. Ja, nou, ligt eraan. Ik bedoel... ik vind niet dat iemand je aan moet vullen. Ja, maar ik vind wel dat... ja, ik ben wel van mening, als je een kindje op de wereld hebt, moet... ja, moet je er wel gewoon voor zorgen dat je gewoon lekker huisje, pompje, beestje hebt en dat je kindje opvoedt met twee ouders en... ja, met twee ouders, maar voor ons is dat sowieso al anders. Ja, dat ze, okay, dat ze dan twee papa's hebben. Maar ja, dat maakt wel niet uit. Maar wat maakt het dan uit of het één papa heeft? En een leuke oma of leuke vriendinnen van mij? Ja, ja, je hebt ook wel gelijk. Maar ja, ik zelf zou daar nooit voor kiezen. Nee, nee, nee. Want daar is dan misschien mijn kindermens niet groot genoeg voor. Ja, ja, ja. Wil je niet zo bukken? Ik ben niet van steen, hè? Werd er vroeger bij jullie thuis over je gevoelens gepraat? Indische familie, joh. Bijna ja. Niet. Ik weet wel wat ik voel. En ik wil me heel graag wel openen naar jou toe. Maar ik wil het ook zelf terugvoelen. Ja, dat voel je te weinig bij me? Ja, ik mis dat een beetje. En terwijl ik wel weet dat het in je zit. Ik kom dichter tot iemand als ik mijn gevoel kan delen. Ja. En als iemand zijn gevoel naar mij toe durft te delen. Dat is een stukje, dat moet groeien. Dan zou ik het fijn vinden als je me dan ook even gewoon de tijd geeft om te wachten tot ik eraan toe ben. Morgen. Voor Roy is liefde samen huilen, maar vooral ook heel veel samen lachen. Ik wil balletje. Beschuit mijn meisje. Oké, maar dat even een klaplong krijgen.